En goedemorgen, we zijn in Kisumu beland. Via Queso's House in Coru Kericho zijn we daar naartoe gereden. Oké, we zijn aangekomen in Queso's House. We hebben het hele terrein voor onszelf. Hier de voorraad. Dirk doet even een stoppie door de koelkast. Goed bezig. De keuken wordt ingericht door Aad en door Martin. Hij werkt hier. We zijn op zoek naar een beetje petrol. Nu we hier toch zijn, gaan we even op zoek of iemand ons een rondleiding kan geven door deze factory. Geen idee wat het is en wat ze doen hier. Het is leuk om zijn fabriek even van dichtbij te zien en wat ze allemaal doen hier. They break it into fit sizes like this, okay. Manually. So they are being loaded into our trucks. They are being ferried to this place before we start processing. So when we start loading, it's like that, wheelbarrows of 33 limestone, calcium carbonate, carbon dioxide, the atmosphere, so calcium oxide. For sugar processing, we've got road in the road, the roads, gold mines. So. Dat was een spontaan leuk toertje rond de Afrikaanse factory. Als dit Nairobi is, dan ligt hier ergens wat anders en dan hier. Koru en dan hier ergens nog Kisumu. Met deze auto gaan we een beetje rondrijden in het stadje Kisumu. Leuke dingetjes kijken. Vanmiddag, aan het eind van de middag, gaan we lekker bootje varen. Gaan we dingetjes kijken vanaf de boot. En wordt een leuke dag vandaag. Hallo. Hallo. Proppers. Nieuwe proppen. Ja, nou, dat zie je toch weer. Ga net even in de wasstraat kijken, omdat oma dat zo leuk vond. Oma gaat dan met een tafeltje in een stoeltje wat afrekenen. Ik stroop mijn broekspijp op en ik ga wassen. Ik weet niet of je er veel mee verdient. Ik denk niet dat we veel klanten krijgen. Ja! Ja! Hippo! Is dat een hippo? Hippo! Zebra! Een zebra! Oh, zebra! Nou, we gaan weer! Nou, weer een paar souvenirs gescoord. Allemaal hartstikke blij achterin. Helemaal blij. Ja. Nou gaan we naar Fish Market Tines. Ja. Naar Gatines. Yes.
mooi, Markie, hè? Ja, ja. Kijk uit. We zijn nu op Hippo Point. Hippo Point. Hallo. You are tall. Yeah. I'm not tall. Mreppel, mreppel. Mreppel from where? From the Netherlands. Hey, you are very tall. Yeah. Can I help you with the drinks? No, we have drinks. Thank you. Just give mama something if you don't want to buy me. Yeah, I can give you some love. Not love, not love. I can give you a hug. Make me to laugh. Dus hey. Ik ga nu lekker een bootje varen met mijn ouders en Titus. Ah, you are Titus. Like Titus in. What's your boat? Ja, ik heb een jacket zo. Oké. Ja. Titus! Ja, ja, ja. Like Titus in. Catch the fish! Catch the fish! You're a good fisherman! Hij is doof volgens oma. Hoe zag u dat, oma? Nou, hij reageert nu. Oh. Titus! Let your Titus in! Where are we going? The hippo is good as a fisherman. Here we go. What is a kingfish? Is it a bird? No. Yeah. What is it, a fish? A bird? Yeah. Oh, you're dead! Ah, now he's gone. And you cannot stop it. To shred it, grow the second day, take everything out, produce some insects, still to know what, manually. Snakes, they move from the land for weaving, writing, an industry, fertilizer. Oma, hij zei dat dit dan dit How do you call this one again? Fish Bay? Fish Market Bay. Fish Market Bay. Oh no hoor. Choppy het meer. Ah, gelukkig vindt oma het dobbert net zo lekker mee. Maar die zag een nijlpaard met de kant op. En weg is die. Hij moest even schijten. Hoppatee. Nou, dat was weer van vandaag. We gaan nu nog even lekker eten, lekker drinken, lekker eten. Sunset, biertje bij, gezellig. Morgen weer een mooie hike maken. Oma, pa en moe en Martien op chillen. Zwembad, ik ga een mooie hike maken. Zie jullie volgende keer weer. Hallo.